Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Cas. En in deze video gaan wij een speciale crossbar challenge doen. Want daar hebben we een onze eigen manier van gemaakt. Jullie wouden heel graag nieuwe challenges zien en zo. En een beetje de oude video's, want nu doe ik eigenlijk helemaal niks meer op mijn YouTube kanaal. Ik livestream eigenlijk alleen nog maar. Dus we gaan in ieder geval een game spelen. Maar nu gaan we in ieder geval weer even in de buitenlucht een challenge doen. Dat noemen we de crossbar special challenge. Okay, we gaan jullie het even laten zien. Wat zijn de verschillende afstanden? Want hoe deze crossbar challenge werkt is dat we hebben verschillende afstanden. En uiteindelijk moet je vanaf het vers en als je vanaf daar scoort, dan heb je gewonnen. En het zijn in totaal 5 afstanden. We zullen even laten zien welke afstanden dat zijn. Dit is afstand nummer 1. Nummer 2. Stress. 4. En 5. Okay. Dus dat. 1, 2, 3, 4, 5. En vanaf daar is dus. Ik sta maar 5. Laatste. Steen, papier, schaar. Oké. Okay. Jij mag bepalen op welke plek je wilt. Eerste. Oké. Steen, papier, schaar. Oké. Okay. Dan ga ik vanaf de tweede. Dan mag jij vanaf de derde. Oké. Okay. Als je nu nog steeds niet snapt hoe deze puntentelling werkt, het is zeg maar zo, Tycho en ik die zitten nu bij afstand nummer 1 en Juri gaat naar afstand nummer 2, dus dat betekent dat Juri in 2 heeft. Dus als je denkt waarom hebben we allemaal een punt, dan werkt met de afstanden, dus niet met hoe vaak je raakt. Moest ik even zeggen, gaan we weer even verder kijken, Cas. 3, 2, 1. Hoe heet je ook? Hij speelt gewoon in één keer. Jammer dit. Zo. Komt ie. Mijn homo. Leek maar even. Nog vanaf de tweede afstand. Zo. Ja. Let maar op wat ik kan. Is delicious. Ah. Oh wow. Dat je ook niet geraken ook. Set life. I want you to do. My way this season. Kop. Ik zou dit. Daar was niet goed. Beter, hè? Kast eruit. Set life. Dit is speciaal voor Emmy, jongens. Zo. Oh. Omdat ik gewonnen heb. Ga, schiet. Oh nee, toch niet. Hé, daar gaat Juri. Zo. Moffel. Oh ja. Oh, ja, jongens. Wegens tijdgebrek gaan we de regels aanpassen. Als je vanaf daar scoort heb je gewonnen. Vanaf de middenlijn. Die versie? Die versie is gewoon onmogelijk. Cheat. Waar heb ik dat? Ja.
op plek om niet meer bang te zijn. Trap jumping, I'm ring, ring, ring. Doom. Ik heb nog een punt uit met die. Wat er gebeurd is. Die schoot. Vanaf daar. Schoot hij in de water. Voor een bank. Met het statief. Konishi was is niet interessant. Nou, op een of andere manier ben ik vergeten om een outro te doen. I don't know, ik heb hem wel opgenomen. Alleen blijkbaar niet op het opnameknopje gedrukt. I don't know. Maar in ieder geval dan doe ik dat nu even op deze manier, jongens. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval leuk om te maken en te editen. Zullen er meer van dit soort video's komen, komen ook meerdere series aan. Dus ja, dat wou ik even zeggen. Dat zwart om mij heen is heel lelijk, I know. Maar ja, ik heb gewoon niks anders om op de achtergrond te doen. En anders doe ik dit niet. Maar dat boeit helemaal niets. Dus in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Doe ik zeker een blauw duimpje omhoog. Deel dit kanaal of video's met je vrienden, zodat we steeds meer abonnees krijgen en meer gaan groeien, zeg maar. Want zo kunnen we nog leukere en betere video's maken. Doe ik zeker dus een blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En ik zie jullie later.